Ik heb het in mijn nieuwjaarsspeech ook al gezegd, maar ik ga het weer doen. Ik maak ook een diepe buiging voor het korps van Andijk, voor de inzetten die jullie gepleegd hebben. Het vele werk wat jullie verzet hebben, de oefeningen die jullie gedraaid hebben, de teamwork, de leiding, de veranderende samenwerking met de veiligheidsregio. Ik maak een diepe buiging voor jullie, voor alles wat jullie gedaan hebben, ook in 2016. En in 2017 gaat het vast net zo goed. En heb ik daar ook als burgemeester van deze prachtige gemeente alle vertrouwen in. Dus graag een groot applaus voor jezelf. Fantastisch. Goed. De burgemeester komt inderdaad ook een korte avond lang. En dat doe ik natuurlijk graag vrijwillig. En vanavond is het ook een beetje werk, maar ook wij willen. Ik wil dan vragen of Richard even naar voren wil komen. Daar had je niet op gerekend. In november 2015, tijdens de korpsavond, heb ik ook jou mogen toespreken vanwege je officiële afscheid bij de brandweer. Maar brandweermensen die zich meer dan 20 jaar voor vrijwillige brandweer hebben ingezet, hebben natuurlijk meer recht en meer op andere zaken dan alleen een toespraak van de burgemeester. En daarom heb je vanavond weer een toespraak te pakken. Ik doel natuurlijk op het feit dat we nog een officieel gedeelte hebben, maar daarover zometeen meer. Je was 23 jaar vrijwilliger bij het brandweerkorps van Andijk. En vanaf 92 was je vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van jouw toenmalige werkgever General Electric in Amsterdam. Daarna bij Draca Polva in Enkhuizen. Dames en heren, Richard is een gedreven vrijwilliger, waarop je altijd een beroep kan doen en kan doen. En je was vaak bereid om een oefening voor je rekening te nemen. Gaat het goed of zo? Ja. Oké. Ook Richard deelde graag zijn ervaringen met nieuwe vrijwilligers en maakte hun wegwijs bij de brandweerorganisatie. Een open dag, een voorlichting of een rookmelderactie. Dankzij jouw bijdrage werden al die activiteiten een groot succes. In 2007 ging je als offshore medewerker aan de slag in Beverwijk. En daarom heb je op 30 september 2015 ontslag genomen. Je kon vanwege je werk het korps in Andijk niet voldoende aandacht geven. Je carrière binnen de vrijwillige brandweer resulteerde in een indrukwekkende lijst van diploma's. Zullen ze allemaal afgaan of ja doen? Brandwacht eerste klasse en vervolgens bevorderd tot hoofdbrandwacht, gaspakdrager, verkenner gevaarlijke stoffen, brandweerduiker, oefenleider en brandweerchauffeur zwaar. Dat laatste behoeft even toelichting, maar... Ik weet het niet. Richard, wat ik eigenlijk tegen je wil zeggen is dat ik, los van het officiële afscheid wat ik genomen heb, dat ik ongelooflijk blij ben dat jij weer naast me staat. Dat ik weer kan vertellen hoe trots ik op mijn mensen ben hier in Andijk. En hoe trots ik op jou ben en alles wat je gedaan hebt voor de brandweer. En dat meen ik oprecht. Dank je wel daarvoor. En ja, dan volgt de volgende zin. Daarom heeft het ook Zijne Majesteit de Koning behaagd bij koninklijk besluit van 21 juni vorig jaar jou, Richard Cornelis Nicolaas Bleker,
te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Grote applaus.